Bedankt voor het luisteren naar het podcastkanaal van Veghel Fantasy. Op dit kanaal kun je onder andere luisteren naar livestreams zoals de Tweeskins, maar natuurlijk ook de Nederlandstalige uitleg van Dungeons & Dragons, D&D Dutch. Wist jullie trouwens ook dat we een Patreon-account hebben waar je ons kan steunen? Of onszelf op een kop koffie kan trakteren via Ko-Fi? Allemaal leuke dingen, maar voor nu vooral wens ik jullie heel veel luisterplezier. Ja, top. Hallo iedereen, het is Dennis en welkom bij de Tweeskins. Hallo! En ik zou zeggen, let's go! Let's go! Ik heb een paar korte announcements en bij één van ons moet je even dobbelen voor me. Oh. Want die Dice Giveaway post, die is echt hard gegaan. Oh. Zo echt ook. Dus ik heb sowieso besloten dat er een runner-up prijs komt. Oh. Dus je moet allebei nog mee dobbelen. Oh. En als één van jullie maximum weet te dobbelen, dan krijgen wij ook. Nee. Als jullie maximaal dobbelen, dan komt dat een derde prijs weer. Wow! En wat is maximaal? Hoeveel moeten we dobbelen? Ik wil dat jullie dadelijk al was. Een D20 en een D8 pakken. Maar daar kom ik zo mee. Oké. Eens even kijken. Een paar updates. Jesse doet deze week een echte muzikant is. Vanavond is in Arnhem te vinden. Jesse, veel plezier. Missie een soort van, we hebben in ieder geval jou een goede beeld weten te zetten met wat Hero Forge character art. We hebben zelfs een kleine serum, want zoals we misschien weten en die van Staak gaan vertellen, hebben Serum en Alexei een ongelukje gehad vorige week. Ja. Hebben jullie alweer in jullie broek gescheten? Ja. Dat is erg dan dat. Oh ja, ik zie het. Maar ja. Kijk, dat is Jesse, dat ben ik. Waarom ben ik? Jij bestaat niet. Je zit gewoon daar, verandering. Vorige week stond jij daar heel mooi. Ja, maar Dave zit op de hoek gewoon. Nou, niet als Serum vandaag. Dus samen met Serum gewoon klein is hij weg. En jij deed het de vorige keer de stream aan het geluisterd. Ik doe me pijn dit. Ja, ik heb de stream aan het geluisterd. Dat je moet weten, Jesse. Ja. Dus nee. Allebei de night zijn. Nee, ik hoorde alleen maar in de stream, Jesse. Je ruikt niet. En dat was het einde van de stream. Ja, we zagen allebei de Sjaak. Hij heeft zijn cursus check niet gehaald. Hij heeft er niks gemerkt. Ja, weet je dat ik geen idee heb wat ik vorige week heb gedaan? Ik heb een 11 verdomme gedaan. Ik weet alleen dat ik met een dwerg heb gegaan of een bijl. Conclusie is dat ik me dus gewoon beter kan aftrekken dan ik naar luisteren naar Steve. Zo. Goed, met die hele mooie innovering gaan we verder met de announcements. eens even kijken. Goed te weten, bij de webshop van MagicalMetal.nl is inmiddels ook een verhalenvlam bundel te vinden. Dan krijg je dus niet alleen de verhalenvlam als het bordspel, maar kun je ook nog het avontuur van de Metal Dimension krijgen. Dat is echt de enige plek waar je kunt krijgen. Dus als je denkt, ik wil Metal en ik wil TTRPG's, MagicalMetal.nl. En ik ben toch nu bezig met de nieuwe lesstreeks in de basisschool in Sint Agatha. Ergens een uurtje rijden vanaf hier. En het is zo leuk. Agatha, dat is de. Die uit de Lost Mind of Phandelver. De. Hoe is dat ding ook alweer? Geen Wyvern, maar een. Banshee. En toevallig is het ook uit Pokémon, de derde. Niemand boeit er naar de eerste 151. Dit is de eerste 151. Ja. Wat wie? Die derde uit de Elite Four. Kom op, man, dat je dit niet weet. Wie? Emily. Fuck. Wie is een Banshee? Nee, de Banshee is een ghost type trainer, Agatha. Agatha, kom op. Man, echt waar. Oh my god. Ja, ik koos altijd Bulbasaur, dus ik hoefde die stomme shit niet te lezen. Ik maak gewoon iedereen in. Ja, twee chips en daarin overpakt. En terecht. Moet. Los van onze Pokémon haat. Eens even kijken. Oh, geen punt. Niet altijd het beste deed. Ja. Echt even de duisje voor je. En daarna gaan we verder met recap tijd. En die wat Dave moet doen, want Kevin was er niet. Ik zal een kleine spoiler op als geen voor jullie gaan dobbelen. Het heeft niks te maken met duivels. Ondanks wat Jesse dacht aan het einde van de stream. En goed. Maf jullie een D20 en een D8? Ik heb daar ook een antwoord. Oh. Ik heb niet maximaal. Sorry. Wat heb je eigenlijk? Wat is jouw dubbel resultaat? Een 6 op mijn D20 en een 5 op mijn D8. Oké. Okay. Dave? Toevallig heb ik ook een 5 op mijn D8. Dat is samen 10, dus dan heb ik wel maximaal gedobbeld. Dus dat betekent dat het wel een derde prijs is.
Nee. Oh. Schrijf gewoon je door je thuis op. Oké. Okay. Nou, goed. Dan hebben we 5 op mijn D8 en een 20 op mijn D2. 4. Oké. Ik heb geprobeerd om een derde prijs aan te zijn, maar nog niet baten. Met die realisatie. Ja. Uit de meer dan 30 aanmeldingen, maar sommige hadden alleen gekomen niet gelijk, dus ja, dat krijg je niet. Oh my god, jongens. Het zijn honorable mentions, maar helaas niet de way to go. Maar bij deze Sven, / Duk op Instagram. Woo! Jorrit de Ruiter. Wat sowieso een super mooie D&D-naam is. Jullie twee begonnen, stuur een berichtje en dan krijgt een van jullie in ieder geval de eerste. Dus goed zeggen nou, Jorrit de Ruiter krijgt de Dice Bag met Dice. En als extra krijgt Sven dus gewoon een setje Dice. En Kevin gaat die zo uitzoeken. En dan gaat Kevin even huilen en dan krijg je die Dice. En als Soes hebben ze goed geluk voor je Kevin stralen. Dat is een beetje plan. Ik lek er wel aan voor jullie. Doe even wel, er was ook één mens die ik sowieso niet kon accepteren überhaupt. Oh, en dat was onze... Venterman! Nee, Kevin Schoonis. Ah, want die was de eerste die reageerde voor de Dice Giveaway. Kevin Schoonis. Echt waar, die is zelf getagd. Dus, een honorable mention was ik de eerste tag, maar ja goed. Nice. We hebben een paar redenen bij onze giveaways. Ja. En helaas hoort Kevin's Dice Addiction daar niet bij. Deze Dice Addiction wel. Dus, Sven, jongen. Gefeliciteerd. Ik zie het berichtje graag tegemoet. En dan gaan we het in orde maken dat ik via een niet naar een postbedrijf die de dobbelstelling gaan sturen. En het zijn niet die oranje mensen die vergeten het potje pakket heel tijd. Heb jij een announcement, zei je? Ja. Ten eerste wil ik graag een klacht indienen over het weetje van Jesse. Want het weetje van Jesse begint met, ja, ik weet niet zeker of het waar is. Dus ja, dat is dit van fucking bullshit. Hij had ineens zijn bravoure om het goed te brengen als er voor een feitje was. Ja. En als er ooit iemand in deze wereld bestaat tijdens een hockey, basketbal, voetbalwedstrijd die een yell begint door een haiku op te noemen, dan verdien je ook echt de doodstraf. Nee, je hebt een haiku gedaan, hoor, ik. Waar? Jawel. Niet? Ja, het was in ieder geval zo slecht dat ik bijna dacht dat het een haiku was. Onzin. Ja, dat is heel slecht. Wat onzin. Het was heel slecht. Wat onzin. Heel slecht. Onzin. Heel slecht. Gewoon 4 keer gerijmd. 4 keer. Heb jij dat nog nooit gedaan? Nee, dan denk ik, de muzikant kan ook tot 4 klappen. Ja. Ja, doe dan. Nou, zie je, dat ging al fout. Sukkel. Okay. Nou, Kevin, gezien je klachten, dan heb ik daar een vaste oplossing voor. Een nieuwe muziek zijn. Ja, precies. Het is gewoon je eigen schuld. Gewoon terug naar die onvoegsbare Kevin Schoonis die wat door nooit een sessie had gemist. Dat kan niet als je een kind hè. The streak has been broken. Ja. Die was sowieso, maar ik ben wel nog steeds tof. Is dat zo? Ja. Is dat zo? Ja. Hou je dat bij? Nou, hij houdt dat bij. Dat is veel makkelijker. Dat is dat je een natural ones bij houdt. Is Kevin ook weer... twee keer ziek worden is Rick. Dat is Rick dan wel. En hoe ver sta ik onder? Ik niet. Ja, Jesse is de grootste faler, maar weet jij moest wel even Amerika aan zoeken. Ja. Dus dat is de grootste falaas. Ja. Ja, dat was al korter dan de 5 weken de Jesse dacht, ik ga dik worden. Precies. Dat klopt. America. Boah, ik ga dik worden. Ja. Als de Amerikaanse stream kijkt, je weet dat het waar is, dus... Ik kan me daar niet zeggen, nou, maar ik kan ook gewoon eerlijk zijn. Eerlijkheid. Dave, ja. Wat heb je ook gedaan? Nou, ik zal je het vertellen. Dat is fijn. Ik heb een poppetje getekend. Want ik had deze pen. Dat. Ik heb opgeschreven bloedzwaard. Dubbele punt. En toen kreeg ik een zwaard van jou. Ik ging dan het licht verder naar het zwaard. Maar dat heb ik ergens. Je bent zo uit mijn kaart bij je nieuwe zwaardje. Oh ja. Nou, die zit bij mijn Magic Items cards. Ja, zo doen ze. Zal ik ze ook maar even pakken wanneer ik Magic Items cards moet gebruiken. Verder waren we met iemand aan het praten, ik weet niet meer wie. Oh ja, we zijn naar een dorpje gegaan. We zijn naar dingen gegaan. Naar, hoe heet het? Tribor. Ja, maar zelfs dat het blaadje te liggen. Kijk. Nice. Kijk, we zijn naar Tribor. Dit is Tribor. Kijk, dit is Tribor. Ik heb het gezien. Zie je Tribor? En toen zijn we 22 zijn. Ja, en toen zijn we hier zo. Hier zo er stond geen bij de legenda stond niks, maar ja. 22. Ja, en zijn we hier zo naartoe gegaan, dan zijn we naar nummer 22 gegaan. En daar hebben we een dwerg gevonden. Beginnen met wat je voor de dwerg gedaan was. Nou, maar dat weet ik allemaal niet meer. Iets met de taverne, met gidsen. Ja, maar daar heb ik oprecht niet op gered.
Jullie hadden een gids nodig die jullie zouden brengen naar een plek waar iedereen vergeten was wie wat die plek is. Zo ver was ik niet met mijn recap. Dus, die heeft alles vergeten, dat is helemaal. Dit is echt mooi in kerk. Ja, precies. wij kwamen erachter dat wij als de Three Skins terug moesten naar Waterdeep, want mensen waren naar ons op zoek. Ja. Iedereen was er namelijk terug, de hele stad was ongeveer wel terug. Er ging hier en daar wat fout, maar Lord Waterdeep was terug en Lordess Waterdeep was terug en bla bla. En die zochten ons, dus we moeten dan nog een keer naar terug, dat is een nieuwe quest. Dus ja, mij hebben ons op de Serum die een quest hebben. Ik wil gewoon zeggen, maar ik heb even echt teruggekeken, blijkbaar. Nee, back to Waterdeep. Heb ik ook opgeschreven. Dan kwamen wij erachter om te praten met mensen dat niemand weet hoe het stadje, dorpje van Annexei heet. Echt? Ja. Boah. Ja, vond ik best wel vet. Toen kwamen wij een dwerg tegen. Daar kreeg ik fire whiskey van. Die vond mijn wapens heel vet. En de rest, dat was het. Dat was het. Dat is alles wat ik weet. Ja. Waar zit het einddoek aan, Dave? Annexei breken, Raven vergeten, Seram uitgekeken. Een krokodil kan zijn tong niet uitsteken. Dat heb ik op het einde gedaan. Oké. Okay. Dat is voor het gemak. Ja. Jullie zijn ook aankomen in Tribor als laatste stoppunt richting Waterdeep, want ergens daar moet het dorpje van Annexei liggen. Ja. Dus jullie zeggen, kijk, oké, waar is het dan? Hoe komen we daar? En natuurlijk hebben we nog een quiz nodig. Dus jullie zijn, in ieder geval Seram en Annexei zijn slag om informatie te vinden. En een gids te vinden, kijken wat ze mee konden achterhalen. Terwijl Raven aan het slag met een paar provisies en andere materialen om die tocht daar goed te laten gaan. We zijn gestart in de Tribor Arms. Oftewel een van de plekken waar ook een vertiefeling zit, wie het kroeg natuurlijk was afgebrand. En Jesse dacht, het zal niet gewoon mijn kroeg zijn. En het antwoord was ook gewoon nee. Maar er waren een paar gidsen, die hebben zich aangeboden. En je hebt met een halfhoek afgesproken dat jullie hem daarna zouden treffen. Zijn naam was Oekedar. Toen zijn we gegaan naar natuurlijk wat materiaal, bijvoorbeeld een ketting voor onze een soort van hondenren voor Albertijn. Dus zijn naar Fauxhammer, Fauxforge gegaan. Zeg goed, Fauxforge. Fauxhammer. Niet bij de hand, maar. Hier hebben we een blaadje met de naam, dus ik moet even. Fauxhammer. Bovenin. Bij de shop. Ja. Fauxhammer of Forgehammer. Fauxhammer's Forge. Dat is goed. Ze zijn naartoe gegaan, Annexei werd daar niet heel erg geapprecieerd op zijn dag gezegd. Want hij wilde duivel zingen en zo te doen. Maar toen kwam Seram met zijn hele mooie shinies. En toen dacht hij, Seram, jij bent heel sexy. Meer dan het dwergenbaard. Toen een keer met een toffe hamer, toen een keer met een mooie zwaard. En waar Jesse flink moest betalen, kreeg jij zelfs geld toe. Moet, over een paar dagen zou alles in orde zijn, dus gaan we het anders doen. En toen nam hij Annexei mee naar een plek waar hij nog het geld heeft verdiend. Dus hij heeft een heel schabbetig theater. Ik weet dat schabbetig geen Nederlands woord is, maar ik heb geen betere omschrijving. Matig op zijn best. Schabbetig in Zuid-Limburg? Hoe zei hij wel? Shaggy. Als Nederlander kijkt en denkt schabbetig, dan google het even. Als je het weet, de vertaling laat het even weten. Ja, en als je niet de vertaling kan op, zoek gewoon op kerkgaan. Ja. Ja, dat helpt altijd. Ja. Dus jullie zijn daarin gegaan en daarna zijn jullie naar een veel te dure inn gegaan. Mooi, inderdaad. Kom dan wel terug. De Wyverns, nog wat. Ja, die staat hier op het blaadje. Ever Wyvern House. The most luxurious and most expensive establishment in Tryhaw. Catered by Waterdeep. En door wat op te scheppen over jullie dienst in het verleden, dat een gratis kamer kunnen krijgen. Maar die avond werd Annexei wakker, rookte hij wat geks en begon hij een beetje te vloeken of duivels naartoe kwamen. Maar nee, Jesse, hij had niks te maken met duivels. Nee, Jesse. Maar wel dat we vandaag gaan beginnen. Maar in de tussentijd is natuurlijk Raven materialen gekomen. En Raven, ik wil voor jou eventjes een investigation gebruik maken van jouw charisma. 17. Netjes. En ze heeft een goede geluidje aanzetten.
Een stuk vrolijk. Je hebt afgesloten van de twee heren om zorgtuigd de kar vol precipices zit. Zij hebben de kar meegenomen. Uiteindelijk hebben jullie ook geparkeerd bij de Avern, Wyvern House. Moet, je gaat aan de slag. Je bent een paar handelaren. Je bent bezig met healing potions, proviant, materialen voor de kar als het misgaat. Weet je, the works. En jullie mogen later, ik heb ze drie even kijken wat je nog meeneemt, maar dat doen we wel na deze sessie. Maar op een gegeven moment ben je denken, waar zijn die puts nou weer naartoe? En terwijl je even rond gaat kijken, kom je achter de volgende informatie. Ze hebben zich gemeld bij de Tribal Arms en de gids geregeld om over anderhalve dag te gaan reizen. Daarnaast is er gaan kijken iets met een smid. En na een beetje rondvragen kom je achter dat de smid Fohammer heet. Een meestersmid. Nou, meneer Evidanka gaat hier met plezier vertellen van een kennismaking met Seram en zijn machtige wapens. En dat het best goed gaat met die Alexei Knoos in zijn ketting. En ja, schijnbaar Alexei heeft laten zien welk theater ik opgetreden had. Dus hij verwijst je... Een ketting. Ah, ja, de ketting van Alden, ja. En hij zegt, ja, er is ook een van de matig theatertje waar hij heel enthousiast over was. En daar moest Seram er laatst mee naartoe. En bij het theater hebben ze wel een rode dragonborn gezien. Met een of andere jonge man erbij. Want ja, goed, laat ik zijn Seram is ook iets herkenbare type dan onze vermomde Alexei. En vooral de baard van onze Dragonborn doet natuurlijk wel en de luxueuze game. Ik denk ook dat het mijn enige vraag is. Heeft u een Dragonborn gezien met een baard? Ja, het speelt logisch om dat te vragen. Behalve ja. Die ene human met zijn blonde haar en die wacht, nu heeft die bruin haar. Een zwarte armband. Ja. Toch, ja, of die arm, ja, je bent de twee. Super ongemakkelijk. Was net een van de jongleur bezig en de Dragonborn was bijna omgedraaid. Ze werden snel het kom. Maar schijnbaar waren ze aan het discussiëren voor waar ze even gewoon decadent zouden gaan eten. Mackie. En terwijl je eens even kijkt of het nieuwe richting de Ever Wyvern House loopt, begint daar jouw verhaal van nu. Het combat aan je zij is de vraag aan jou, Kevin. Mm-hmm. Wat doe je? Is het al laat? Is het al vroeg? Is het... Is het echt wel laat op de avond? Het is echt bijna nacht als je inmiddels eindelijk de juiste hint hebt gevonden waar je naartoe moet. Loop ik naar de deur. En valt me iets op aan het gebouw. Het is het gebouw waar echt zo'n riverne omheen lijkt te draaien met echt mooi houtwerk, maar het wel heel snel verwerkt. Dat is echt. Je denkt al meteen ja. Jij maar onderhandelen voor beste prijzen op weet je wel, al je gear en... Okay. Nou ja, ik klop aan of ga naar binnen. Nou, je kunt gewoon naar binnen toe. Daar is een jonge man, een beetje wel heftig wal in onze ogen. We zijn niet zo gewend aan de nachtwacht, zo gezegd. Goedenavond. Ik zeg, goedenavond. Ik ben op zoek naar twee vrienden van mij die hier slapen. Dragonborn met een baard en nog iemand. Ik ben net pas hier. Ik heb niet gezien wie ingecheckt heeft. Heeft iets van namen wellicht? Seram? Ja, en zijn tech-controlende kameraad heet? Ik ken Seram al wat langer. Ik ken hem nog niet, niet zo lang. Zijn naam weet ik even niet. Doe ik even uit dat ik ken. Alexei. Dat is inderdaad correct. Hij ging trouwens dat slecht naar buiten. Geen idee meer. Hij ging altijd als. Nee, hij ging als dat slecht naar binnen. Nee, ik schreef. Hij heeft zich wel omgekeerd. Ja. Oh, kom je, na zijn duivelse escapade. Ja. Ja. Dus vandaar dat ik twijfel. Fijn, dankjewel. Nee, dan heb ik hem zo zojuist. U hoort ook bij het gezelschap? Of komt hij af even? Wij horen bij het gezelschap. Oh, wat leuk. Ik zie ook dat alles al voldaan is verder, dus... Dat is fijn. Komt niet zo heel vaak voor. Nou, we zijn wel gewoon... hier is alles afwinkt, ook voor het ontbijt morgen vroeg, dus... Top. Is dat op dezelfde plek nog plaats? Of, Ja, de ruimte waarvoor ze betaald hebben is plek zaten ook aan uw kleine gast zal niks ontberen. Fijn.
op een gegeven moment, het klopt achter de deur, je moet binnen de kast te komen, even... Ja, bij de saxofoon. En dat vocht hij mij maar even. Hij loopt heel vroeg naar boven toe. Okay. En ook op motief de trap is echt gewoon een wyvern die wat je volgt, een beetje op de verschillende trapleuningen, is een lichaam van een wyvern verwerkt. Dus je hebt uiteindelijk ook weer tanden, kun je zo omhoog rijden naar de volgende toe. We hebben wel eens een wyvern vermoord, ja, toch? Niet vermoord. De zwarte was toch? We hebben er gevangen. De heks. En een force fed. Weet je nou? Milanas. Milanas. Ah, klopt zo. Dus je hebt van heel dichtbij de wyvern gezien. Ja. En Smaug, dat is ook een wyvern. Deze eraan. Een trailer? Ah. Ja, maar, goed. Dat ik zeg. Ik ga naar boven toe en op een gegeven moment, ik loop de deur. Oké, dan vergeet me, maar dan ga ik u wel met uw poets vinden. Dan maak de deur even open. Zeker. Zijn uw vrienden, zeker niet bij u natuurlijk. Ja. Maak de deur open, weer open. Doe open, kun je binnen. En doet de deur verder open. En wat je ziet. Er zijn twee beslapen bedden. Maar hun niet erin. Oh. Ik zeg, ja, waar zijn ze dan? Ja, wellicht hebben ze nog verlaten voor wat te drinken ergens wellicht, maar... Waar is... Ze zijn even niet de afgelopen 2 uur weggegaan, moet ik bekennen. Waar is jullie plek om iets te gaan drinken? Dan leidt me daar naartoe, want daar zullen ze zijn. Nou, ik zelf niet, maar ik kan op een lijst geven van de verschillende tavernes wat te vinden zijn. Dus jullie hebben in het establishment geen drinkmogelijkheden? Niet meer, althans. Dus om de rust te bewaren s'nachts voor al onze gasten. Ze zijn laat in de nacht, dus nog... Vertrokken blijkbaar bij mijn voorganger zouden moeten. Dus einde van de avond valt, dus dan is er een kans IJsland voor drinken te halen. Misschien wel of de bar bij ons ging sluiten, dat kan natuurlijk. Jullie registreren dat niet? Nee, jullie zijn vrij om te gaan. Ik wil niemand afnummeren, zogezegd. Dat lijkt me niet heel respectvol. Ja, nee, dan wacht ik hier. Dan wil ik je bedanken. Is goed, hier is uw sleutel. Dankjewel. En dan wens ik u plezier blijven en ik zie je graag morgen bij het ontbijt. Prima. En dan wil ik ook niets handen. Nee, die is maar goed betaald. Dat is geen Amerikaanse praktijk. Beef jerky. Kom even. Jij bent nu in de kamer. En... Ik zeg trouwens nog, nog één request. Zou ik een kopje koffie mogen? Dat ga je nog voor regelen. Lekker. Ik ben zo later hier dat schip. Hey. Het zal niet tegen, meneer. Kom eraan. Netjes. De dop ligt daar trouwens, dan kun je... Oh, het ligt ook beter warm dadelijk. Maar, ja, neem een gekke vraag. Want, eerlijk is eerlijk. Je ziet... Wat spullen nog liggen, maar een paar tassen in half open liggen, half een beetje lomp op de vloer. En je weet dat serum over het algemeen best ordelijk met spullen omgaat. Oké. Ik wil graag de camera even goed rondkijken en bekijken. Wat is perception check, alsjeblieft? Kijk, alsjeblieft, koffie van de clerk. Een natural world! Lang geleden. Ja, dat komt nooit prima. Anderhalf, 1, 2, 8. Goed, heb je een totaal, Kevin? Perception 4. 4, nou, dat valt wel eens mee. Ja, en daar gaat van slaan. Nu ik het ook sta, hè? Ja. Met een 4 totaal. Geet kruim rond. En dus... Wat je heel raar vindt is dat de bedden beslapen... lijkt te zijn, maar dat ze er niet zijn. Dus dat ze een dutje hebben gedaan overdag. En met alle respect, je hebt vaker dingen gesloopt. Maar even een dutje om daarna wat te gaan drinken is er nooit gebeurd. En aan de bedden verder valt me niks op. Bloedsporen. Die zie je niet, nee. Je kunt ook vrij niet naar onderzoeken, maar ga je voor een investigation check. Ik ben de bedden aan het onderzoeken. Kijk of ik iets daar survival-ish uit kan halen. Nee, gewoon investigation. Oh. 15. Je bent
even aan het rondkijken. En ze zijn zeker niet te beslapen. Dat even een seconde aan. Zelfs een stukje een deel nat van de kussen waarop zijn Alexa gekweld heeft in de nacht. Goeie god, hè. Sorry. Goeie god. Edel je ballen stand, jongen. Nieuwe woorden zijn goed. Maar, ja, dat is trouwens een nat plekje op het kussen. Was zijn gewoon van het kwijlen van Alexa heeft zo. Dus hij heeft goed geslapen. Maar eerlijk is eerlijk. Met het... Ja, zie je niet wat dit erbij gek bent? Geef mij toch toch wel in de raam daarnaast. En nu je in de tas kijkt, zitten er eigenlijk helemaal wat wessens en zo in. De rest is weg. Ja, dus ze hebben zeg maar alle spullen bij zich, behalve de tas. Zeg maar. Ja, maar is wat, echt de, wat waardevolle spullen lijkt wel, de rest hebben we laten liggen. Niet de Andy Arisak, maar de andere dingen. De... Bij vol? Ja. Weg. Oké, dus dit is gewoon een zaakgemaakt. Ja, dan ga ik heel even kijken wat er toch gemaakt komt. Hij zit dan zeker aan de raambekier staan. Maar wat je wel met die oppost dat de... het slot wat erop zit. Ja. Dit is een slot van de huis, dus je moet de sleutel erin. Je moet omdraaien. Zolang het raam open wil, staat meteen de sleutel erop. Mm-hmm. Je hebt ze afzetten en eruit pakken als je het raam dicht doet. Maar het raam is open. Mm-hmm. Met de slot intact. Wil ik dat even checken of dat geconfiscated Dat weet je nu al, want normaal gesproken gaat dit raam niet open als sleutel erin zit. Ja, dan maak ik het raam open, ga ik even uit het raam kijken. Goed. Waar is perception check? Wat wil je zoeken, Dave? Schildersteen hier voor me. Perception zei je, hè? 15. Ligt die binnen bij je of zo? Ah, nee. Met een 15. Geef je naar buiten toe. En je ziet dat hier, tot je verbazing, en vooral nu het onderhoud denkt te ruiken. En als je het lichaam van de wyvern volgt, kom je redelijk ver goed onder. Boven de stallen uit. Oké, dan ga ik naar de stal. Via de raam. Dexterity check. Check is gewoon erbij tellen, hè? Ja. 14. Geef me een beetje makkelijk, geef een beetje draait. Kom, maar gaat eruit. Moet een klein stukje moet je springen, zeg je dat kom maar even een armpjes, pep, kom. En laat je vallen. Maar je glijdt hier met een redelijk soepel, een beetje zonnig zo. Wee. En ondertoe. Tot je op het einde komt waar de staart iets omhoog lijkt te krullen. Hey, fuck you. We hebben een redelijk normale... echt om een paar stappen over kunt gaan op het dak van de stallen. Oké. Okay. Dus daar toe. Redelijk stevig. En je ziet achter een touw hangen. Langs een van de dakspijlen. Okay. Dus het naar onder gaan wordt makkelijker en makkelijker. Eén hand komt maar eronder. Eén hand ondertoe glijdend. Okay. Kom jij bij de stallen? Staat onze kou wel in de stal? Kijk even. Ja, jullie kou wel. Is Albert Heijn nog te? Terwijl je de luikje even opmaakt. Nee. De kooi is helemaal eruit. En dat is redelijk heftig kooi, zou ik maar zeggen. Maar ook hier lijkt het alsof iemand doorheen gegaan is. Die weer waardevolle spullen heeft gepakt. En voor de rest. Oké, okay, wil ik hier heel even wat sporen zoeken? Maak eens een investigation check voor me. Hier mag je ook survival gebruiken. 28. Survival! My smell! Goed, terwijl dat jij eventjes... aan het kijken bent, vooral nu echt naar sporen aan het zoeken bent van wie is hier in en uit gelopen. Een veel meer expertise in geval, zou ik maar zeggen. Vooral op deze niet overal verharde wegen. Herkijk je me dat er wat sporen... weggeveegd, denk ik te zijn. Okay. Op een gegeven moment kun je een beetje echt herkennen dat het patroon van de takken wel goed gelegd is. Maar niet genoeg om jou van het spoor te brengen. Ik ga eerst via de voordeur weer terug naar binnen. Kijk of die jongen er is. Ik zeg, mag ik eens inside check? 18 plus 7 is 25. Nou, voor hoe laat is hoeveel wallen de jongeman heeft,
lijkt hij perplex tot je weet wie er voor de winnen binnenkomt. Okay. Met Komba. Zeg, wie houdt stal in de gaten? Nou, we hebben stalhanden over het grootste van de tijd. Maar u was net... Klopt ja, maar ik ben wat spullen kwijt. En de spullen uit elkaar zijn ook verdwenen. Ik wil graag weten wie de stal in de gaten. Eens kijken, we hebben... Niet eens kijken. Een uur geleden is mijn collega Bokke. Eens even kijken. Ja, die is afgesloten, want s'nachts nemen we geen nieuwe klanten meer aan. Dus dat is ook meteen klaar. Rineta was... Ja. Oké. Okay. Zij morgen vroeg weer. Hij zei... Rineta is een zij. Een half elf. En zij... In mandje. En gaat even naar een klapper toe. Overmorgen heeft zij weer dienst en dan heeft ze de ochtend. Dus ze begint om 5 uur. Weet je wat, bij haar haarkraaien. Oké. Okay. Je snapt dat deze situatie andere tijden met zich meebrengt. Dus ik zou het fijn vinden als je haar oproept om zich zo snel mogelijk te melden. Ga ik voor doen. Dus zeg ik dat ik ga die doen. En ik ga het aan de andere kant doen. Ja, jouw weetje is voorbij. Is er aan de hand. Haal de baas. En moet Renata terug hebben. Dus iets gebeurt met stallen. Nu. Dat is in ieder geval weer gevallen. Een stomme achter de ruimte. Maar dan schep er even meteen actie op. Oké, ik zeg, ik ga jullie even op verder onderzoek uit. Als ik terugkom, hoop ik dat hier mensen op mij staan te wachten. Dus Renata woont ook hier in Tribor. Dus het zal nooit langer dan een uur mogen duren tot ze hier zijn. Dus, Dan ga ik terug naar de stal en kom ik nooit meer terug. En blijf ze daarvoor altijd wachten. En dan sterven ze van de honger. Nee. Nieuwe campagne, Raven and Friends! ja, en dan ga ik kijken of ik een spoor kan volgen. Ja, met jouw trouwe check van Zeust? Yes, you can. En het is ook eigenlijk ook maar een geluk tot 2 straten verder, dus ze hebben best goed hun best gedaan. Maar dan wordt er opeens, gaat het over naar een kar die daar weggereden lijkt te zijn. Dus jij denkt, ja, ik kan die voor even bijbrengen, maar... En als ik een navoets kan vinden, kan ik hier ook vinden. En op een gegeven moment kom je terecht in de nacht bij het Oude Theater. Oké. Okay. Ik ga voor mijn thuis ook meteen eventjes de... Een kleine setup, want ik heb vandaag ook redelijk mijn best gedaan met kaarten. We hebben 10 niveaus aan kaarten, dames en heren. Wow. Wat ik denk, hoeveel limies weg te pakken is makkelijker dan ik als het gaat om de mogelijke voortzetting van dit avontuur. Voor zo'n Kevin's aandachtspannen daar interesse in heeft. Maar, je komt hier bij het vervallen Oude Theater. Je mag jezelf neerzetten samen met Komba natuurlijk. Zijn je alsjeblieft kapot. Als je aangelopen komt en je ziet hier het datzelfde verlaten ondermaatse theaterplekje. Mm-hmm. Hier ben ik vanmiddag dus eigenlijk ook al geweest. Ja. Maar toen was het ook verder al leeg, want het was al redelijk laat toen jij ze eindelijk kon gaan opzoeken. En de sporen leiden die naar een specifieke plek toe? Nou, op een gegeven moment wordt die gewoon wat harder. Uh-huh. En vooral bij de huisjes, dan houdt het echt op met het spoor. Okay. Dan is er een plek waarvan ik denk, oh ja, daar is kan een kar opgeslagen zijn. Daar kan... Albert zijn. Ik zoek trouwens 2 stenen op de grond. Zo kan vast. Wordt dat makkelijk zat. Top, neem het mee. Je mag even voor mij een investigation check rollen met je wisdom. Een 2, 5. Zo. Ja. Terwijl je hier rondkijkt. Geen verschil, achter het theater zijn een paar plekken voor karren en er staan er ook een paar. Maar goed, zeker als je een reisgezelschap hebt, wat weet je wel, met een paar jongleurs komen, is dat ook niet heel vreemd. En er was een act hier in de buurt vandaag aan de slag. Ja. Dus weet je wel, so far so good. En terwijl je daar rondkijkt, mag je nog een normale verschillende check voor mij maken? 15. Je gaat hier met de kar even door. En... Op een gegeven moment merk je dat je in de gaten gehouden wordt. Okay. Ga je gewoon door als er niks anders of? Ja. Nou, je gaat hier met de kar even door. En geef misschien wel 1 kar met een paar hele diepe groeven erin.
Ja goed, je hebt vaak genoeg Albertijn in actie gezien. Ja. Hij zat hierin. Oké. En is een groeve uit niet jullie kar. En je weet niet hoeveel baby Albert er hier over het algemeen zijn, maar nee. Oké. Okay. Ik wil graag die twee stenen pakken. Mm-hmm. En dan wil ik proberen het klikkergeluid van Jesse's na te doen in de hoop dat Albertijn eigenlijk in de buurt een geluid maakt. Mag een performance check met disadvantage? Tuurlijk. Ik heb een 18 plus performance is een 20. En ik heb een 8 plus performance is een 10. Dus geef hem na. En het is lastig, hè? Hoe die random rocks. Niet, en je bent echt wel. Maar je bent niks, blijf stil. Ik wil zo'n hoekje omlopen en dan zo met mijn rug tegen de hoek. En dan wachten tot degene wat mij misschien in de gaten houdt om het hoekje komt. Okay. En dan wil ik graag een ready grapple doen, kan? Ja, dus gewoon ready action grapple. Ready action grapple. Geef het wachtje even. En maak eens een perception check. 10. Zou je even daar zitten wachten? Is de beweging binnen achter de muur? Laten we niet naar buiten doen. Voor je beeldvorming, jij staat dus nu hier. Dit huisje. Hier is een van de ingangen, achter de coulissen zo gezegd. De achteren is ook een ingang, maar hier is gewoon een gebarrikeerde deur. Hier zijn gewoon een paar gordijnen. Dan gooi ik die steen naar dat huisje toe, dat het net lijkt alsof ik daar naartoe ben gevoeld. Zo de twee stenen. Dus gewoon met je strength voldoende. Dan hoop ik dat diegene uit het huisje komt en ik blijf tegen de muur aan staan. Wacht even, maar diegene lijkt gewoon te blijven staan. Okay. Dan wil ik snackie naar binnen. Zorg dat ze me niet kunnen zien door het raam. Maar... Stealth check. Please. Voor combo ook, hè. Stealth 18 voor Raven en een 16 voor combo. Netjes. Terwijl dat jij langzaam naar binnen toe loopt. Doe even in aan de zijkant. Je ziet een kleine omkleedruimte, een prepareerruimte. Met de opslag voor her en der. En wat je hem zegt. Wat moet dat hier? Als er binnen nog een andere figuur lijkt. Of hij nu echt lijkt te zijn. Het lijkt een artiest als je een beetje op de kleren afgaat. Kijk, ik zeg. Oh. Zeg ik. Zolang. Jij vriendelijk bent, ben ik ook vriendelijk. Ik ben op stelen. Nee, ik heb totaal geen interesse in jouw spullen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de spullen die van mij zijn gestolen. Ja, dat zijn. Jongleerballen of zo, dat je zei, dan ben je fout. Van wie is de derde kar links? Is hij. De derde. Ja, ben je marktkraamhouder? En waar is die? Heer Harms heette die man. Hans? Harms. De achternaam is gezegd. Die woont hier eigenlijk, weet ik veel. Oké, okay, je hebt geen gekke geluiden gehoord, mensen hier in rondlopen. Niet dat ik net iemand hoorde bij de onder het huis wandelen, maar... Onder het huis? Rond. Ah, rond. En ik kijk even naar jou toe. Ja, klopt. Ik ben namelijk wat spullen kwijt en de sporen leiden eigenlijk tot aan die kar. En nu ben ik al heel erg op zoek naar wie mijn spullen heeft. Als je een kletsen bent, merk je iets te laat, geef je een knikgeluid. Oké. Okay. Ook door het... Als een kruisboogpijl op je afgevuurd wordt, vanuit een paar kratten aan de andere kant van de ruimte. En mijn shield natuurlijk niet vast. Nee. Mooi zo'n kwartje. Hier is een tafeltje waar die beste man slaapt. Jij bent een kletsen. En eens even kijken. Gaan we mijn muziekje even veranderen? Wat hoort er hierbij? Deze motherfucker gaat zo hard huilen. In 18 minuten raken. Dat is raak. Met een heavy crossbow.
Voor 6 damage. Okay. Initiative rolls, please. En David, wil jij je dubbelt? Oh ja. Mm-hmm, want jij doet mee. Je weet niet wie je briefcase vandaag. Ach, 20 volgen. 15 volgen. Raven heeft 16. 10 volgen. Kom bij 14. 5 volgen. Ja. 6 plus. Dat is ook alweer. Plus je bonus. Ja, ook bij mij? Ja. Oké. Okay. Dan heb ik, oh, dan heb ik 11, sorry. Goed. Wacht, heb ik 11? Maak er maar 7. Oké. Okay. Goed, we beginnen bij dezelfde booster die het nog een keer een pijl pakt. Of in second off. Nee, laat zijn boog vallen, rent naar voren toe. Met een zwaar maar klein groene lemmet. Die wat hij richting jou steekt. Met 2 attacks. Een 16 om te raken. Mis. En 21 om te raken. Ja. Maar een constitution saving throw voor jou. Tegen poison. Natural 20. Oké. Okay. Dan krijg jij... je hebt geen resisting poison verder, hè? Nee. Dan krijg je in totaal 12 damage. Maar je bent niet poisoned in de condition. Oké. Okay. Raven. Ja. Ik begin een beetje te lachen. Met een bonus actie zet ik mijn Frostbrand Act aan. Op. Electrifying! En smag ik hem. 1 keer. Helemaal kapot houden. 25 op de raak. Dat is wel zeker niet de raak. Ik heb alleen maar, ik heb geen shield vast. Dus. 10. 6. Dat is helaas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lightning damage. No. Hij heeft nog, maar... Doet het hem pijn? Ja, doet hem zeker pijn. En dan wil ik hem graag met mijn tweede attack grappelen. Netjes. Ik doe een acrobatics tegen jou. Oh nee, dat wordt niet. Wat moet ik? Athletics, hè? Ja. 19. Ja goed, ik had een 4 en ik loop, ik krijg geen bonus om dat goed te maken. En dan met twee interactions eigenlijk... Als je probeert los te komen, is mijn vriend aan de beurt. Goed. Dan zijn we die ene kunstenaar gast. Die op een gegeven moment springt en twee dolken tevoorschijn dovert. En die ook op jou begint in te hakken. Om... Zelfs nadat ik heb gezegd, yo, chill. Ja. Okay, top. Dat zijn wel 2 hits. We hebben boven de 20, dus... Ja. Nou, lang leven dagger. Nou, je krijgt daar 5 damage. Oké, okay, mag ik voor jou een dexterity saving throw alsjeblieft? Liever niet. Hoeveel damage krijg ik, sorry? 5. Ja, je bent echt nu on death's door inmiddels. Oké. Okay. Wat is jouw dex save? 19. 19, dan krijg je halve damage. Wanneer jij mij aanraakt, schiet de bliksem van me af. En dan krijg je al dat. Ook niet. Oh, damn. Half schade is ook schade, hè? Ja. 7 electrifying schade. 7? Ja. Dat valt ermee. Dat is nu Comma aan de beurt. En ik heb zoiets nieuws voor je. Ja. Dave is een zwijntje vandaag. Nice. Dave, jouw zwijntje vandaag. Nee. Dus de reden dat ik je ziet vandaag wilde hebben, was toen ik Dave een geitje gegeven voor Comma. Dus je hebt een trouwe kameraad en Dave moet vandaag lief voor je spelen. Oh. Al heeft hij ook nog een manier om jou tegen te zetten vandaag. En het heeft te maken met een speciale zegening wat je vandaag kunt verdienen voor jouw karakter. Het is geen level up, maar het is wel een extra boon. I like being. Dus,
Comba Plus. Nu kom bij de vraag. Vaak heb dan. Waarin heb ik stappen? Jazeker. Hoeveel? Je hebt 8 stappen. En dan kun je een charge doen. I oink oink inside. Maar niet zo fijn, zo fijn. Ik moet wel over hebben om te chargen. Oh, dat red je met gewoon. Oké. Okay. Je kunt gewoon naar voren rennen en die geeft hij vast zich gewoon vol in zijn pants pakken. I smack him in the pants. Met mijn snoot. Nou, dan ga je gewoon. Oink oink met de pakker. Noot noot. Moet ik gewoon advantage. 14. Or 2. So we go for 14. So 21. To hit. Dat is hartstikke raak. Wel. Mag je 1d8 en 1d6? En 1d6. Wow. Is 8. Plus 6. 6. Ja. 14. Skade. Hij moet je strength saving throw maken. Waarom? Must succeed on strength saving throw against your spell DC 15 or be knocked prone! Nee, want jij hebt hem vast. Oh! Maar zoals hij doet, geeft hij hem zo dat hij zijn pens ramt. Nice. Tot hij echt gewoon de minst zwaar wordt. Dat gewoon geen tegenstroom, geen eigen beenkracht meer. Als je hem bewusteloos in zijn pens hebt geramd, dus dat ze bloed overgeven, verliest hij zijn bewustzijn. Nice. Dus, next. Daar komt dat neer. Raven, jij bent eerst. Je hebt die iemand vast. Ja, ik los. Klop. Want ik meteen de tafel zonder de enige. En die andere ziet er een beetje bang uit of is hij ready to battle? Sorry, lief. Zegt die andere, ziet die artiest ziet er een beetje bang uit of is hij nog steeds ready to battle? Terwijl hij net zijn vrienden neerziet gaan, omdat er een zwijn in zijn pens beukt, zie je hem wel schrikken. Oké. Okay. Moet, we zitten al in zelf 6 seconden, dus je ziet nog niet zijn volgende reactie daarop. Ik hou mijn bijl in de lucht. Als ik bij hem ga staan. Oh nee. Ik blijf van een afstandje staan en ik wijs mijn vinger naar hem. En ik doe mijn hand. Dat binnen zitten. Dat is handig. Ik heb een nieuwe beltbakkel. Nou, ik hou mijn hand op mijn beltbakkel en ik stik mijn vinger uit. En ik zeg, doe relax. Dan vallen niet nog meer doden. En ik doe een ready action. En terwijl je dat zegt, beginnen de wat kleuringen onder je shirt plaats te vinden op je arm. Nice. Voorkom is dat bekend, maar van die misschien niet, maar... Het zijn hele duidelijke tekenen van een bepaalde god die zich in deze campagne gemengd heeft. Hij geeft zich een... Mag je precies een check voor? Oh, wat jammer. Ik heb laag gedobbeld. 11. 11. Zullen we staan en kijken? Waarom ben je hier? Dat is een... Hij valt steeds vast, maar... Ik hou mijn vinger nog steeds zo, alsof mijn vinger heel veel pijn kan doen. Ik zeg, ik ben hier, dat mensen spullen van mij hebben gestolen, en mijn vrienden weg zijn. En die kom ik halen. En waar heeft ik iets mee te maken heb? Waarom word ik aangevallen? Dat je dreigt. En die weet met zijn... Dus waar zou echt in mijn hand kunnen... Die... Ik kwam binnen, ik heb mijn verhaal uitgelegd, en jullie begonnen op mij te schieten. Volgens mij. Hey, begon. Ja, en daarna dacht jij, oh, ik doe lekker mee. Toen hij een Belze pens kreeg, ja. Oké. Nou, bij deze, even goede vrienden. En ik voel heel even of die, ik zeg, check heel even of die nog bewustzijn is. Ik doe even een medicine check. Om hem stable te maken, of wat dan ook. Jut. 18. Dat is een hele zwakke pols. Ik zeg, hij leeft nog. Hij verzekert wel een paar echt. Hij zou een paar dagen moeilijk poepen, zou ik maar zeggen. Los van de gebroken ribben, waar hij waarschijnlijk veel minder kan doen. Graag, dus. Ik wil graag weten van wie de kar, de derde kar, links is. Die is van de heer Harms. Ik wil weten waar meneer Harms woont. Die kant op. Ik ben een gastartiest. Ik ben niet bij hem geweest. Ik heb gewoon hier mijn... Je weet wel waar hij woont. Die kant op zag ik hem lopen toen hij naar huis ging. Okay. Maar is er check voor me? 10. Oké, okay. Ja goed, sounds legit.
Zo is niet de maat dat je bijvoorbeeld een artist in residence hebt natuurlijk, hè, dus. Ik zeg, sorry voor je kameraad hier. Maar ik had weinig keus. Dat is een van de mensen hier is vanwege het oppassen van ik steelde. Die is van Iran. Die is van Iran. Daar word je te weinig betaald. Door me. Ik doe een cure wounds op die guy. Je hoort gewoon die botten terugschieten. Ja. Ik heb waarschuwd die guy wel heel even dat ik iets dat ik hem ga cheaper will fuck. Ja, nou, ik moet eerlijk bekennen, je kunt wel zeggen, maar die goochelgeluiden, terwijl het terug boven komt en je nog wat druk moet gooien, daar had geen waarschuwing bij geholpen. Terwijl die, oh god, hij ziet er ploeg een beetje eruit komen. Hij voelt zich beter, maar ziet er niet uit. Hey, goedemorgen. Jij viel mij aan, ik viel jou terug aan, even voor je vrienden. Ik wil graag weten waar de heer Harmes woont. Mag je intervention op je vriend? Met het band, je hebt net twee ogen. Ja, zoek met hem zijn. Ik heb één uitgevoerd. Nee, geen twee. intervention 26. Holy shit. Oh, dus deze rol moeten je veel vaker laten doen. Dus stel, je ziet hem echt gewoon een beetje lekker wegtrekken, terwijl je het heel aardig zegt, maar met een hele duidelijke toon van... Oh. En dus ik als kom ernaast staat. Alsof je me op gaat eten, zou ik maar zeggen. En zullen jij het genoeg verhalen zijn van... Why you don't mess with a pig farmer? Dus terwijl tot je... Dan staat Simon... Wacht, kijk, Simon, pak, kijk naar die artiest en die kerel staat ernaast. Doken weggestoken. Ik zeg, ik kwam hier niet om iets te stelen. Ik kwam gewoon hier. Ik zoek iemand iets en ik wil graag weten waar de heer Hermes woont. Wie zoek je? De Hermes. Ik weet dat hier die derde kar van links. Daar even hebben spullen in gezeten die van mij waren. Die kom ik terughalen. Die zijn gestolen. Weet je waar meer over? Hij zit hem. Nou, hoe niet eens? Want dit is overduidelijk tot hij meer weet. Oké. Dus terwijl tot hij. Terwijl je het zegt, zie je op een gegeven moment een paar blikken wisselen. Mm-hmm. De Harms is de momenteel niet. Oké. Ik zeg, kom maar. Ik doe zo'n beetje bij de ballen van die guy. Oei. Die bris gaat er gewoon zo. Zeg, nogmaals. En wat spullen kwijt, jij weet van meer. Ik weet niet of je erbij was. Oh, schrijf je vrienden. Een Dragon Ball met een baard. Dacht ik niet. De rode. De rode, ja. Is het een slecht idee was? Staan die een beetje onder zijn stem? Tuurlijk. En geven ze die aan... Bijna bliksemsnel zie je dat die ander... iets naar je toe gooit. Waar ik 77 vond. Godverdomme. Allebei? Jij... Kom maar niet. Jij staat echt boven de guy. Wat had ik nou? 15 plus 23. 23. Jij ziet iets, een ooghoek zie iets glimmen. Naar je toe vliegen. Je had je hoofd snel omhoog. En je ziet dat de dook, met dezelfde groene lemmet, van die ene gast, richting het hart gaat van die guy voor je neus ligt. Oké. Okay. Mag ik hem niet vangen ofzo? Kan ik iets? Nou, je kunt nu wat, want die dook wordt gegooid. En de guy verlaat het pand via het raam. Oké. Laat ze eruit pakken. En gaat de kant op. Kom maar, showbird. Somebody tried to kill your daddy. Oink oink? Get him, boy. Oink oink. Oink oink. Ga ik maar achterna, hè? Nou, dat weet je precies in de charge. Dus dan, ja, dan charge ik hem inderdaad. Heb ik advantage?
Nee. Oké, okay. Dan heb ik wel 22 op de raak. Jezus Christus, dat is voldoende. Doet daar 1d6 dan bij, of niet? Ja. 1d6 plus 1d8 en hebben we een strength 17. Ja. 11 plus 6 is 17. Ja, oké. Okay. Ik heb een 11 met strength 7 throw. That's not enough, so you fall prone. Ja, dus terwijl je wacht ernaar gaat. Op een gegeven moment kom je onze benen door. Knalt een beetje omhoog toe. En terwijl je zo omhoog zit, spring je naar boven toe. En die task voor jou is een heel fijn als je die onderrug bij je zenuwen krijgt. Or in your ball. dus op een gegeven moment ga je ook steden haken. Haalt hem terug naar onder toe. En je ziet op een gegeven moment begint te schreeuwen en dergelijke. Maar zijn benen bewegen niet meer. Wat doe jij? Die guy wat hier is dood, toch? Je ziet hem echt dat mes uitbesteken. Iets groene vloeistof eruit lopen. Binnen met je gaan. Ik check deze guy even en neem de dolk mee en loop naar buiten. Oké, okay, er is wel buiten gegil in de nacht hier op het plein. Oh, mijn benen doen het niet meer. Wat is dit allemaal? Oké, okay. Iemand help naar buiten. Zo. Ik hou mijn belbakken vast en dan heb ik een wisdom saving throw. Oh shit. Also. Okay. Wat doen we hier? Pulp dead. Pok! In de 12, dit is het absoluut. Dat is D12, hè? Ja. Ik ben D10 aan het gooien. Nee. Dit is D8 of D12? D12. Wat zijn dat ook weer? Wie gebruikt die doos? Barbarians. Mijn logo helpt. Okay. Jouw poppetje helpt, want die krijgt 15 schade. Die helpt niet. Oké. Okay. Die is zijn ogen komen, is zijn ogen wegdraaien. En geef het. Doe op de grond liggen. Als grauw, alsof hij weet je al een paar uur ligt. Ik roep tegen Komba dat hij hem daar in de struiken moet leggen. En ik check even deze guy wat net dood is gegaan. En probeer die ook ergens achter de coulissen weg te moffelen. Mag ik straks checken of niet? Ah, mijn kut. Hij weet met de... Oh, dat was een 11, dus... Wat? Plus 4? Plus 4. Hoezo? Omdat je bij alle checks plus 4. Oké, okay. 15. Misschien is het. Pak zijn voet, zet je tanden erin. Trek hem mee. En geef me echt dat stukje vlees in je mond te dun wordt om hem mee te pakken. Misschien dus flop en dan zie je dat voetje een beetje zo gaan. Dat je iets hoger gaat en zijn kuit. En erin legt. En op een gegeven moment door een struikje met je achterste gaat. Om maar in die struik wat te manoeuvreren. En op een gegeven moment zo zijn andere trapt. En dan knak. Ja, je hebt geen handen. Je hebt... Ja, nee, dat is lastig. Okay. Maar eerlijk gezegd, je doet dat. Die ruiken ze eerst hem zien. Ja. Hoe kom ik erbij? Ik loop bloed een beetje langs zijn muil af. Ik check deze guy heel even. Ja, hij is dood, maar. Zou ik hem nog een keer van leven kunnen? Maar voel ik eigenlijk no pulse, niks. Maak eens een medicine check voor de poison wat erbij zit. 7, is dat goed? Ja. 7, je bent gek en. Dat dus waarschijnlijk af en toe weer te poseren of die gift erin te doen. En dan denk je, goed, je kunt wel HP erin pompen, maar de kans dat hij daar meteen sterft is heel groot. Ja. En dan komt vanzelf die exhaustion erbij kijken hoe wij omgaan met vaak wat neergaan. Dus je bent bang dat je hem af mag schrijven. Oké. Okay. Dan check ik zijn spullen heel even. Investigation check. En de mes neem ik mee. 17 plus 1 is 18. 18. Dus zoek hem even. En terwijl je... Doorheen is hij geeft met een. Hier bij zijn ribbenkast, aan de zijkant van zijn lijf, is een tatoeage te zien. Oké. Okay. Van een vallende gevleugelde slang. Zegt dat iets? Maak eens een intelligence check. Vallende gevleugelde slang. Intelligence, daar ben ik goed in. 11. En je hebt er een keer. Je hebt er een keer wat over gehoord. En. Wat is dat nou? Het zwarte netwerk. Die zijn daarom. Die had ook zoiets. Nee, dat zijn niemand helemaal. En D&D al sinds. Wie moet begonnen schrijven, maar is goed. Hoe heet het? Zantarum, maar wat was er bijna onderweg? The Black Network. Nou, je hebt een 16 deel, die maakt natuurlijk super cool kanaal. Dat is niet zo cool als. De Nightmas. Oké. Okay. Dan. En terwijl je verder gaat, zie je dat.
Vind ik wat sleutelschip vind je gewoon raar. Eivormig. Stuk ijzer? Hele rare vondst. Goed, en hij heeft wat. Ja, stel het later om. Onder zijn lange jas aan. En dolkje in even. Ik was behoefte dat er iets van oplicht. Geen geld. Belletje met een paar koperstukken. Interessant is het poison vals die je vindt. Gewoon basic poison, maar hè, irritant genoeg. Oké. Ik zeg, kom maar. We moeten op zoek naar onze Hermes. En ik loop die kant op waarin hij gewezen heeft dat hij woont. Ja, terwijl je even heel die kant op kijkt. Een van de drukste woongebieden wat Tribal heeft. Zijn er nog lampen aan de huizen? Ik weet het niet. Het is echt al in de nacht inmiddels. Ook niemand lopen, niemand... Ja, dus dat was eigenlijk staat ik een militia langskomen, maar... Ja, ik ga gewoon die straten lopen en als ik militia tegenkom, dan ga ik vragen... Yo, ik zeg ik ben op zoek naar meneer Hermes. Want dat huisje, of ja, ik check die huisjes hier. Ja, is dat eigenlijk een woonhuisje? Dat zijn twee woonhuisjes, ja. Of in ieder geval twee huisjes, jullie wel voor ze dienen, maar... Oké, dan ga ik naar dat huisje. Oké, naar het huis toe. Ik geef u eraan binnen toe. Klopt even. Geen voor, je hoort helemaal niks. Oké, dan ga ik naar het andere huisje. Sorry, wat storen, hè? Oh, kak, dat is echt iemand. Ik heb niet met de deur open. Echt, die zit diep in zijn slaap. Ja. Er werd hier net half ingebroken en de mensen die hier aan het oppassen waren, die zijn achter hem aangerend. Oh shit. Maar iemand zei, ik moet Hermes zoeken, dus die wil ik zo snel mogelijk vinden. Waar kan ik die vinden? Wie? Hermes. Hermes. Weet je waar die woont? De derde Karl Rex. Ik heb geen idee die Karl Rex. Oké. Maar ik heb geen arm, joh. Oké, dan ga ik de militia halen. Dan gaan we weer slapen. Moet die naast je kwart of is alles weer... Nee, alles is onder controle. Ik ga... Excuus, kom pak op de pet. Nee. Hier moet ik... Weet je, als een jonge vader die wat eens in bed terugvindt. Oh, lekker. dan ga ik gewoon die straat aanlopen. Hoop ik dat ik militia tegenkom en dat ik kan vragen waar die Hermes woont. Weet je goed... Kwartier voordat je echt iemand vindt die aan doet. Terwijl iemand net. Je vindt het wel dat je gepinkel hoort. Geef ze weer een strijkpissen. Ik heb. Mijn oren zijn een beetje afgedekt. Of afgesneden vroeger. Dus ik zeg: yo man, ik kan echt super slecht in het donker zien. Ik zoek waar Harmes woont. Harmes. Ja, Harmes. Iemand zei. Is er een nieuwe handelaar of zo? Of, ja, van de markt. Van de markt? De eigenaar van het theater. Toch, dat werd net gezegd, hè? Nee, heeft geen theater. Er is niemand die een theater bezit hier. Dat ding is gewoon. Ja. Maar dat wordt toch bewaakt. En die bewaker was daar en die zei: ik ben hier. Wat bewaker? Wat is dat te halen? Waarom is er een bewaker voor nodig? Geen idee, maar ik heb genoeg informatie. Dankjewel. Jij kent geen Hans. Ja, als je nog gaat drinken, drink een rondje van mij en veel plezier. Oké, joep. Dan ga ik terug naar het theater. Want dan moet er schijnbaar iets zijn wat te beschermen valt. Dus ik ga het theater doorzoeken. Kom maar, mag je bij helpen? Mag voor jullie allebei een investigation check? Dat is 4. 11. 19. Is het plus 3? Nee. Met al je skills komt je proficiency modifier. Alright. 18. 18. Je zei aan zoeken, op een gegeven moment onder de kast zit een mechanisme. Okay. En terwijl je tegen de kast aan duwt, gaat die heel netjes u op scharnier aan de kant. Okay. En dat toont een paar scharnieren. En terwijl je even de scharnieren volgt, is er op een gegeven moment een stuk hout waar een hele vreemde ovale ronde deuk in zit. Ik ben eerst mijn ballen eraan te leggen. Ze gewoon. Doe big cojones. Ik doe dat eivormige ding erin. Ja, maar niet. Je ziet dat hij echt precies erin past en klikt. Mm-hmm. En pak je hem eruit en je merkt dat er zo van trekkende kracht aan het schaaltje is. Dat het sterker mag
Mag niet eens wat een warme ballen maar denk ik was. Ja, ik wel een beetje die ballen aan het eten, dat is wel. Ja, okay. Something fijn. Dus zie ik hier, ga je natuurlijk zo een luik open. En er is een trap die naar onder gaat. Nou, kom maar. Daar gaan we dan. Oh, ik kom. Ik ga naar onder. Okay. Ik probeer niet altijd, ja, niet echt stealthy, maar ik doe wel gewoon chill. Mag een group start-up voor jullie twee dan? Alsjeblieft. 16. 14. Jongens, goed bezig. Oink, oink. Ik kon een shield trouwens destijds wat omdoen. Easy enough. Wat zeg, maak dat je een heel makkelijk voor je kerel. Ja, dat uit. Ja. Verder onderloopt. Loot! Yeah. Kom in de ruimte. Hé, wat is dit voor rare map? Er zitten helemaal geen vierkantjes op. Ja, nou, door de laatste 3-Dutch aflevering ben ik eens gaan kijken voor hexagon maps. En ik denk, die heb ik. Dus die ga ik gewoon eens vandaag eens proberen. En ik wou eigenlijk nog het toppe curve-driven deep gebruiken om dat weg in te bouwen. Maar dat zagen we misschien niet meer, door de hoogte van hoe hoog het gebouwd is met het terrein. Dus, andere keer, terug verder werk. I promise, we'll be good. Maar... Oh, cool enough. My name is Terrain. Kirk Terrain. Nice. Ja, dat is wel. Zoals ik Teen Spirit, mijn balls. Ja, ik... Je komt daar stil binnen. Mm-hmm. Zie ik iemand. En het is een stenen gang onder de grond. Je ziet er... Er zijn hier ook... Ja. Traptreden is een groot woord. Je zou met een kruiwagen zo naar boven te kunnen rijden. Mm-hmm. Maar je hebt in ieder geval iets van half was in onder te lopen. En terwijl je... En binnen toe zie je ook licht onder. Okay. Er is namelijk een lantaarn die op de grond staat en echte ruimte licht geeft. Daar ga ik vandaag een paar dobbelstenen voor gebruiken. Wil je even deze naast de kast leggen? Yes, perfect. Okay. Hij ziet... Aan jouw rechterkant zie je allemaal vaten, open kisten. Je ziet voor je een aantal grote kasten. Sommige nog met wat kratten erin, sommige wat zakken erin gevrot. Niet te netjes, maar je hebt niet ze allemaal leeg zijn. Okay. Ik heb het idee dat ze allemaal leeg zijn. Ja, als je ver afkijkt in ieder geval. En aan de linkerkant staan een paar dichtgenagelde dozen. En dat is wat je ziet er dus ver als je de ruimte in gaat. Die spullen boeien me nou even niet. Dan denk ik, dan kijk ik op de terugweg van aan. Dan loop ik naar tussen de kasten. Ik vind het maar raar dat daar een lantaarn op de grond staat. Mm-hmm. Dus ik wil heel even checken of er geen twaps. Twaps. Mag ik een investigation check? Kok. 6. Dan mag je poppetje verplaatsen. Heb je nog de ruggenkrabber daar? Of moet je even iets aangeven? Toppie. Oké, nou. Van nu is het even goed. Is wel klaar, had ik het niet. Dankjewel. Ja, ik ga wel. Goed. Je loopt die kant op. En hoeveel had je in totaal? Ja, 6. Je gaat die kant op. En... Even kijken, je ziet de lantaarn. En je ziet dat het... Je weet dat zo'n lantaarn over algemeen 6, 7 uur brandt of zo op een lading olie. Mm-hmm. En deze brandt pas een uur of 2, 3. Dus pas vervangen. Of heel pas. Nog recent genoeg dat je denkt, hey, is wat geweest. En dat is eigenlijk als je opvalt op het wet. Dan loop ik er doorheen. Je loopt naar voren toe. En je ziet dat er een gang wat dieper deze ondergrondse gangen gaat. Okay. En dan zeg ik dat ze ook nog op. Dan zie je een paar stoelen liggen en langs een kastje en een kistje wat half met spullen ingeladen zit. Aha. En... Jouw... Hou je perception check voor me, alsjeblieft.
Perception 20. 20. Je meent niet wat door, maar misschien is het wel gewoon een rat of zo, maar. En waar hoor ik dat? Pijl. Ja, het raakt goed in die rotgang, dus het helpt niet echt. Er was geen scheetje van kom, maar dat weet je zeker. Oké. Okay. Ik ben op mijn hoede, maar ik kijk heel even in die open krat wat daarin zit. Ik ga dan niet aan het voeten of zo, maar. Je ziet dat uit de kast wat materialen gepakt zijn, dus ze daar. Echt toolsets bij elkaar zijn. Sommige in een doosje gedaan, weet je wel. Carpenter's kit, die hebben los crowbars erin. Geen is er dan een scheplicht ernaast, waarschijnlijk past die niet goed in de die diagonaal gezien in de krat. Maar je ziet eigenlijk allemaal tools, die wat ze nog aan sorteren lijken te zijn vanuit de kast waar verschillende dadige hamers staan, bij de schroevendraaiers. En dan lijken ze, nou, ik sorteer het hebben, zo gezegd. Ik neem een crowbar mee en dan loop ik stealthy verder. Oké, okay, een crowbar eruit. In het shield ingangje crowbar? Ja, die doe ik in de tas. De crowbar, niet de shield. Je gaat verder de gang door. Stelt hij. Mag je nu een groep side check? Oh, stop, ik moet even een perception check maken, sorry. Welke wil je eerst? Eerst jouw perception check, alsjeblieft. 24. Net wat, Wendy! Ja, ik even. En je aandacht gaat naar de rechterkant, achter de... Oink, oink. Achter de kasten, zo gezegd. Oké. Schip, ik kom naar staan, zoals je een jachthond. Die staat naar achter. Nu is naar voren. Eén Pokémon. Ik steek als ready action mijn vinger uit. En dan loop ik langzaam die kant op. Kijk wat dat is. Ik laat Komba, zeg maar zo, doen. Een beetje zo... Surrounding. Ja. Zie jij mag over één keer de Komba? Zit daar een kleine figuur, een halfling? Zit er in KG doeken? Ah, kut. Goedemiddag. Hey, kijk naar je. Mag ik je ooit eens een intelligent check? Wat? Ik ken jou. Kijk je met dan? Jij hebt mij geholpen, Jarta. Zijn we dit vriend van jou? En dit is die halfling die door de wc gespoeld kwam met zijn Reduce. In de workshop met Jesse die op zoek zijn gegaan naar de magister. Ja? Toen was Deva niet. Die heb je onder andere in dat riool. Ja? Kwam eens iemand langs gevlogen die jullie gered hebben. Ja, klopt. Een halfling met roze haar. Ja. Die geeft je aan. Hey. Ja, een kerel. Help hem over. Hé, hey bro! Ik moet je nu dankjewel zeggen. Je hoeft me geen dankjewel te zeggen. Ik ga je doen. Bedankt. Nou, kijk eens aan. Ik zie dat je niet net met mijn hoofd tussen de benen van een vrouw vandaan komt. Ja. Wat vind jij je? Ik heb jou gered. Misschien kun je mij redden. Ik ben op zoek naar mijn vrienden. Ik heb meedoen aan die vrienden. Ik weet, de vorige keer was die ene knop bij jou, hoe heet hij weer? Ik ben op zoek naar een rode dragonborn met een baard. Oeh. Ja. Ja. Weet je? Dit gaat vervelend zijn, hè? Weet je? Ja, dit gaat vervelend zijn, hè? Ja. Maar luister. Luister. We kunnen gewoon nu even iets afspraken met z'n tweeën. We kunnen het niet al te moeilijk doen. Ik heb een idee. Ik vermaak me prima hier. Wat? En eigenlijk wil ik... Anyway, meet, ik ga even een vraag. Wat is er boven gebeurd? Laten we zeggen... dat die guy in het groene huisje rustig slaapt. Ja, maar ik was vooral diegene die boven achter kliezen zaten. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Kijk me omhoog, ik ga heel eerlijk zijn. Ik kwam heel vredelievend binnen. Toen zag ik daar een of andere acteur. Die jongleur, die heb ik wat vragen gesteld. Mm-hmm. Eens begon iemand tegen mij te schieten. Nou, wat doe je als iemand naar je schiet? Reageer je op, anticipeer regen. Nou, ik ga mijn maak wegkomen. Ik word niet beschoten door boze jaloerse mannen, maar... Nou, oké. Ik heb hem doodgemaakt. Ja. Toen heb ik hem weer tot leven gewerkt, omdat ik dacht, yo...
We kennen elkaar, hè? Niet zo goed, maar... Ja. Wat doet die jongleur? Die smijt gewoon een mes op zijn borstkas en die probeert er vandoor te gaan. Ah, ja. En die jongleur is ook dood. Mag eens een... mag eens een precision check? Je mag komen erbij, want komen terug uit zijn broek te... I smell colors. 23. Let's even kijken. Ja, weet je wat? Ik pas daarvoor. En begrijp ik veel, ik word niet prima betaald. Maar ik heb een voorstel voor je. Ik ga je sowieso zeggen, die Dragonborn's baard, die is hier. Oké. Okay. Die heeft wel wat minder leuke realisatie wakker wordt. Maar daar wil ik niks mee te maken hebben. Oké. Okay. Deal? Dit is gewoon deel 1 hoor. Ik wil gewoon... Als hij wakker wordt, hij wordt boos en ik niks mee te maken heb. Heb je zijn baard afgeslagen? Ik niet. Maar ze hebben zijn riem afgepakt en toen viel hij eraf. Oké. Okay. Dus, en ik was het niet. Ik denk van... Ik ga je ook. 17. Hij is heel duidelijk. Okay. Als er een vrouw was geweest, was het de eerste geweest. Don't get me wrong. Maar ik heb geen zin in wat Eva Dragonborn een boek heb. Maar... Daarom, zou je er wakker worden en even stel vragen? Nee, jij weet van niks. Komt voor de bank. Oh, die jongleur de schuld geven is prima. Ja. Dat was ook een doel, perfect. Goed, deel 2. Ja. Hier verderop ga je verder naar wat onfatsoenlijk volk. Oké. Er zijn een paar van wakker, dus dat gaan we zeker doen. Oké. Je moet zeggen, ik ben vooral hier voor het smokkeldeel. En niet zozeer voor de rest van hun rare hobby's. Maar ik ga het oplossen daar. Top. Ik wil er gewoon niks mee te maken hebben, ik wil gewoon weg kunnen lopen. Okay. Dus ik ga dadelijk even iets hier op de bank zetten. Ja. En dan loop ik gewoon weg. Okay. Dan ga ik weg gaan pissen ofzo. Okay. En dan kom ik niet meer terug. Okay. Wat ga je op de bank zetten? Dat weet ik niet. Okay. En geef je ook. Ik heb hem ook. Jou ook. Zeg, wat betalen ze hier? Best netjes. Wat is best netjes? Voor wat ik hier aan het doen ben, zit ik op. Ik heb deze week hier aan 15 goudstukken per dag of zo. Oké. Okay. En ik wil alleen wat. Ik wil informatie uitspelen en hier wat in te pakken en klaar te maken voor verzending. Weet je, ik hou hiervan. Oké. Okay. Zijn hier nog leuke plekken die ik zeker weet nog een keer kijken waard zijn, omdat er nog wat leuke spullen liggen? Hieronder? Ja. Ik geef naar de tafel op die momenteel staat om over de oog mee te kunnen kijken. Ja. Daar. Oblief. En hij wijst naar de tafel waar verder niks staat, maar bij. Daar zit leuke spullen. Ja, soms verschijnt dat op een gegeven moment. Dat is heel raar hoe het werkt. Oké. Okay. Mag ik gaan? Ja. Top. High five. Geef me high five. Zeg maar hoe... Ik heb de 2. Mag je bij me ook? Maar hoe kan ik dingen laten verschijnen op de tafel? En is dat de combo? Rustig zo... Ja, dit combo dat. Geef de D. Oké. Okay. Het is een box. En ik geef me naar een kast toe. Ja. Draait onderaan een knopje. komt de laan naar voren toe. En ik heb een paar zakken te vullen. Ik zet 2 zakken op de tafel neer. Ze zakken weer terug. Loopt erbij. Maar hoe verschijnen dingen op deze tafel? Hij heeft net wat neergezet op de tafel. Ah, zo. Hij heeft net een paar zakken neergezet en is niet naar buiten lopen. Ik zeg, wie weet, tot de volgende keer. Ik heb het gezien. En die loopt verder. Doei, man. Ja, dat is echt een hele vriend met je muziek getrokken. Ik ben heel blij. Ik pak die 2 zakken. Kijk, Eentje ringen met een beetje glas in. Pas het in mijn tas. Ja, het is geen grote plunjezak, zal ik maar zeggen, maar ja. Het is een redelijk bescheiden zak. En er zitten een drietal, witte opale vloeistoffen in. Kan ik ze onderzoeken? Met mijn, want ik heb geleerd dat... Hubbles moet je het hebben. Ja, nou. Randomly sperm. Sperm whale sperm. Ik ben nog niet proficient in mijn herbalism kit, maar ik heb wel het basisboek Bramsels gelezen. Nou, zou ik het zo zeggen. Op het moment dat je dadelijk even echt ergens kan
Als je onderzoeken met Journalism Kit, ja, kun je erachter komen. Okay. Maar nu is het vooral gewoon, ja, zo. Een andere zak. Er zitten een paar lades in. Okay. En het zijn echt wel nette boots. Ik stop ze allebei in de tas. En ik ga verder sneaky. Oké. Okay. Je wandelt wat verder mag een stage voor je allebei. Moet jullie veel verder gaan naar deze vriendenontmoeting. 13. Nou, Seabird makes the dream work. Terwijl je de voortje lopen, hoor je al wat stemmen van. Als je verder op de gang doorgaan. En zwaar je best perception kan vertellen, Raven, zijn er zeker 3-4 man die het laten zijn met elkaar. Makkelijk. Oké. Zie ik ze al of nog niet? Nee, die maatje eventjes, ik geef je de kans om wat te doen voor je die natuurlijk iets dichtbij komt. Komba ziet er natuurlijk heavily agressief uit, hè? Komba is niet meer dat gezellige biggetje wat we moeten leren kennen, zal ik maar zeggen. Kan hij wel gezellig doen, zeg maar? Of kan dat niet? Hij kan niet zoals die meme momenteel van een piggy heel zielig kijken met tranen in zijn ogen. En je denkt, die gaat me niet killen. Dat is zo. Dan wil ik nog een keer stealthy zodat ik ze kan zien. Oké, dan mag je wel in een stealthy maken. Kan ik dan niet zeggen, ik wil extra stealthy lopen dat ik het vond? Ik heb een 15. Jij hebt misschien de voren toe. Op een gegeven moment zie je de ruimte waarom het gaat. Laat maar liggen. Het is ook meer geheim, jongen. Je ziet een aantal figuren in een paar bedden liggen verderop. Mm-hmm. En je ziet een paar man zitten aan een tafel. Allemaal met zuip. Je hebt natuurlijk tot 2 barrels op elkaar staan. Aan die kant zie je 3 rode punten op de kaart getekend. Er hangen grote vlaggen met dezelfde vallende vliegende slang. Zoals je een beetje, daar komen de stemmen vanaf. Terwijl jij inmiddels. Moet ik zelf even de. Daar staat, net buiten het licht. Was dat hier een lantaarn? Hier op tafel. Nu op de andere tafel is de lantaarn te zien. Ik pak even de hele lobbelsteen voor. En daar zit ook wat leeggoed van bordjes en zo. Je ziet wel echt een paar bedden staan waar een aantal figuren liggen te slapen. Een meest van is een lizardfolk. Okay. Die hebben wel groene schub en een staart. Nou, die komen hier uit de buurt. De dichtstbij zijn de Mirror of Dead Men. De Marsh Dead Men. Daar is een kachel die wat aanstaat. En waar een rookpijp de muur in lijkt te gaan. Maar dat is al alles wat je kunt zien in deze kamer. Dus die andere gasten van daar staan zie ik niet. En het is net 1 naar 2. Okay. En je hoort daar de verschillende stemmen vandaan komen, dus je gaat vanuit dat daar die 4 stemmen zijn waar je net hoorde. En hier zijn geen nooks en crannies die. Waar ik mijn achter kan verstoppen of zo. Hè? Nee. Dick? Ja. Cast. Silence. De mensen die aan het slapen zijn. Wat is de range van silence? De range van silence is 120 feet. En het is een 20-foot radius sphere. Dus het is 8 vakjes.
Als het goed is. Wolbeck. Iedereen. Stoken. 8 vakjes zeg. Ja. 6, 8. Ah, net niet. Hier is ze allebei een uiterst pakken. Of dit is ook of die enige was bij buiten beeld. Kan ik die niet upcast of zo? Ik kan hem zelfs als ritual. Mag ik dat ook doen? Dan ga je 10 minuten in de gang zitten. Met onder andere een hymn en zo. Misschien iets. Waaronder een vocal component van Pilots. Ik weet niet. Maar doe ik de vocal component nu ook? Ja. Dus eigenlijk betekent silence, de rest hoort me, als ik dat zeg. Ja. Dat is helemaal kut. Ja, dat is... Maar dat betekent wel dat 3 mensen waarschijnlijk blijven slapen. Wat natuurlijk ook al iets oplevert. Nou, 4 zelfs, hè. Dan heb je Lizardman nog over. Oh, dat zitten er... Oh, dat zijn er 2. Ja, de laatste keer dat 2. Eentje kleiner, dus dat is makkelijk. Leg je voeten uit een beetje. Kak. Ja, dat doe ik. Ik cast Meet the Lizard Folk. Dus iedereen die verder weg is, daar cast ik silence op. Oké. Okay. En als mensen mij dan horen zeggen silence. Dan wil ik daar opvolgend nog een dramaturgy doen, mag dat? Nee, heb je een beetje silence te open? Silence! En dat echt heel mooi die gang door. Als dan een initiative is, dan doe ik geen tang. Nou, we gaan initiative beginnen. Maar doen we naar de pauze. Dames en heren, tot niet. Kom maar eens wel dichterbij, hè. Ja, ik zal dit goed zetten terwijl de pauze begint. Tuurlijk. Als jullie gaan voor de snacks, ik zorg voor de map aanpassing. Snacks of de snacks? En dat wil ik zeggen, dames en heren, tot zo. En dan geef ik een herhaalde mededeling aan Jorrit of aan Sven. En aan Sven eigenlijk. Jij wordt gewonnen. Kom deze kant op. Zo een berichtje. Geen thuis. Goed, dames en heren. Tot zo. Tot zo. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en graag tot een volgende keer. Wij gaan ondertussen hard aan de slag met bijvoorbeeld onze projecten binnen en buiten het onderwijs met het avonturen handboek. Als je daar trouwens nieuwsgierig naar bent, of een van de andere dingen die we doen, kijk dan op www.vechelfantasy.com. Daar zijn trouwens ook hulpmiddelen voor Dungeons & Dragons 5th Edition te vinden, die je tegen je eigen sessies kan gebruiken.